Gisteren was de dag van de duurzaamheid. Met onder andere een hoofdrol voor Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Zij wil Nederland met die organisatie klaarstomen voor een duurzame toekomst. Innovatie en duurzaamheid zijn de twee begrippen waar zij zwaar op inzet. En in dat kader heeft zij op 24 juni samen met 900 mede-eisers een zwaar bevochten overwinning behaald op de Nederlandse staat. En niet minder dan dat. Die zaak ging over een stringenter klimaatbeleid. Hebben ze gewonnen? Dus nu moet de Nederlandse regering aan de bak. Wij willen natuurlijk graag weten hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. En vooral wat nu, lekker met de armen over elkaar gezitten. Nee, dat is niet de stijl van Marjan Minnesma. Bovendien heeft de Nederlandse staat op 23 september jongsleden te kennen gegeven dat ze het er niet bij laten zitten. Ze gaan terugslaan. Dat is koren op de molen van onze gast voor een nieuw verhaal van de dag. Strijdlustig als altijd. Dames en heren, hier is Marjan Minnesma. Nu al anderhalve minuut om. Die krijg ik direct weer bij, hè? Goedenavond. Ik vind het heel erg leuk om hier te zijn. Ik heb zo het vermoeden dat jullie allemaal de correspondent lezen. En dus de stukken van Jelmer, die hier vooraan zit. Dus die vroeg mij, wil je alsjeblieft hier wat komen vertellen? Je bent natuurlijk helemaal vrij te doen wat je wilt. Maar ik heb de volgende vragen. En dan kreeg ik een hele waslijst aan vragen. Die ga ik allemaal proberen te beantwoorden. En dat moet in een half uur. Vandaar dat ik dus in een noodtempel zou gaan. Ik hoop dat het toch bij te benen is. Een van jouw eerste vragen was, van helpt het wel om überhaupt iets te vertellen over de urgentie? Moet je niet alleen maar opgewekte, vrolijke verhalen vertellen? Nou, zo zijn wij begonnen met Urgenda. Gewoon vertellen wat al de koplopers deden, et cetera. En dan kijk je naar 5 jaar terug en dan denk je, ja, gaat het nou hard genoeg? Nee. En wat is nou het effect van een gezellig verhaal? Dat mensen zeggen, leuk, goede avond gehad. En ze gaan naar huis en ze veranderen niks. Dus daarom ben ik toch 1,5-2 jaar geleden begonnen met de strategie om te gooien. En de eerste 1/3 van het verhaal over urgentie te doen. En dan vervolgens, op het moment dat mensen bijna depressief zijn, overstappen op de oplossingen. En ook uitleggen dat het nog kan, maar dat het wel in 20 jaar moet en dat je niet tot 2050 hebt. Dus ik ga dat op jullie ook testen en in de pauze hoor ik graag terug of jullie denken dat het nuttig is. Want als je zegt, ik probeer er namelijk uit van studenten vinden het nuttig. Sommige zalen vinden het misschien minder nuttig, dus ik hoor dat graag terug. Of jullie zeggen, het wisten we allemaal al, oud nieuws, et cetera. Dit was naar aanleiding van de klimaatzaak, dus er komen ontzettend veel vragen op ons af. Maar Jelmer's eerste vraag van was, ja, die klimaatzaak heb je nou gewonnen. En de essentie daarvan is, er is een gevaarzetting, een enorm groot gevaar. En daarom zegt de rechter, overheid, jij moet je burgers beschermen, je hebt zorgplicht, et cetera. Is er nou eigenlijk wel gevaar? Is zijn vraag. Ik denk, nou, jij hebt al een paar keer verhaal van mij gehoord, dus die vraag verwacht ik eigenlijk van jou niet meer. Maar daarmee dwing je me ook meteen om het urgentieverhaal te vertellen. Want we weten met z'n allen, we hebben ooit een klimaatverdrag getekend begin jaren 90. Daar hebben we gezegd, we willen gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. Vervolgens duurt het 15 jaar voor we dat definiëren. 2 graden temperatuurstijging voorkomen. Dat is een besluit van 195 landen. Die zeggen samen, zo definiëren wij dat dan. Dus dat zit aan de hoge kant, want dat krijg je als je met 195 landen gaat onderhandelen. De beste wetenschappers zeiden dat dat eigenlijk 1,5 graad moeten zijn. Vervolgens moet je dan gaan definiëren, ja, wat betekent dat? Nou, het gaat dus over hoeveel CO2 zit er in de lucht. Zeggen de wetenschappers, ja, ergens tussen de 350 en de 450 CO2-deeltjes op 1 miljoen luchtdeeltjes. Zeggen natuurlijk al die landen weer, nou, dan kiezen wij het bovenste. 450 ppm in het jargon. En de wetenschappers zeggen, ja, maar als je dat kiest, dan heb je maar 50% kans dat je onder die 2 graden blijft. En dat accepteren wij dus met z'n allen. Dus we kiezen al een hoge 2 graden, dan kiezen we ook nog eens een hoge 450. En dan zeggen we van, ja, als er dan de boel instort met 50% kans, dat hebben wij dan met z'n allen geaccepteerd. Ja, ik vind dat persoonlijk niet heel verantwoordelijk en dan ben ik heel eufemistisch. Zeker niet naar de volgende generaties, maar dat is dus wel waar wij met z'n allen voor kiezen. En dan zie je van, nou, we hadden heel lang achter tussen de 180 en de 280 van die CO2-deeltjes. En sinds de industriële revolutie is het omhoog geschoten. We zitten nu op 400 ppm. Nog net niet het hele jaar rond. Maar de laatste keer dat we dat hadden het hele jaar rond, was 3 miljoen jaar geleden. Nou, wij zijn ongeveer daar binnengekomen. Dus 3 miljoen jaar geleden is heel lang terug. En toen was de zeespiegel 40 meter hoger. Hadden we geen Noordpool meer en was de Sahara groen. En dat is waar wij nu naartoe bewegen. Dus op jouw vraag van, is het voor ons ook gevaarlijk? Nou, lijkt mij niet heel prettig, eerlijk gezegd.
Maar hoe snel gaat dat dan? Het punt met dat CO2 is dat het honderden jaren blijft hangen. Dus ook als we nu onmiddellijk met alle CO2-uitstoot stoppen, dan duurt het nog tot het einde van de eeuw voor we überhaupt op die 350 zouden kunnen komen, wat de wetenschappers veilig vinden. Als we wachten tot 2050, dan lopen we totaal uit die grafiek. Dus dat is echt veel te laat. En in dat tussengebied zijn wij dus nu aan het bewegen. Dus dat gaat sowieso veranderen, want we kunnen niet op elk moment stoppen met CO2-uitstoot. Maar het is wel heel belangrijk dat we er eerder mee stoppen. Want het is zeg maar die badkuip die zich opvult. Dus of je nou zeg maar nu de kraan dichtdraait of pas over 10 jaar, maakt echt uit. En politici doen alsof ze dat verschil niet snappen. Die zeggen van ja, jij wil 30% reductie in 2020, wij doen het in 2030, dat is toch ook goed. Nee, dat is dus 10 jaar later de badkuip dichtdraaien. En dat maakt dus wel uit. Alleen heel veel mensen begrijpen gewoon die verschillen niet en zien ook niet de effecten. En dat is eigenlijk nou ja, een van de grote problemen, dat we veel te weinig weten en daardoor ook niet echt ongerust zijn. We denken van als het echt zo erg was, dan zou Rutte dat toch wel oplossen. Nou, helaas is dat niet zo en heel veel mensen ook in de politiek weten niet hoe ernstig het is. En als je het van de economische kant bekijkt, dan is er al jaren geleden door Lord Stern berekend van nou, als we zo doorgaan, dan kost het onze volgende generaties gewoon 20% van het bruto wereldproduct. Dus alle bruto nationaal producten bij elkaar opgeteld. Hij zei een aantal jaren later in 2013, ja sorry, dat was veel te voorzichtig. Klimaatverandering gaat zo hard en is zoveel ernstiger dan ik dacht. Dat is veel te laag. Maar als je je dat realiseert, dat onze kinderen dus zoveel extra kosten gaan krijgen om het een beetje op te kunnen vangen. En wij zitten nu over 1% meer of minder al te miepen, terwijl wij het dus met een paar procent zouden kunnen oplossen. Dat is wel heel wrang. En over 30, 40 jaar gaan die kinderen terugkijken en die gaan dan gewoon vragen, waarom hebben jullie het toen niet opgelost? Want toen kon het met 1,5% per jaar van het BNP, had je gewoon binnen 20 jaar alle fossielen eruit de wereld uit kunnen duwen. En je hebt het niet gedaan en je zadelt ons gewoon met al die extra kosten op. Nou ja, ook de Rekenkamer heeft allerlei sommetjes gemaakt voor Jelmer van wat heeft het voor effect in Nederland, hittestress, meer ziektes die oprukken, nou, allerlei zaken. Maar ik denk dat ze heel veel dingen nog niet eens hebben genoemd, omdat ook de Rekenkamer en wetenschappers zijn heel erg voorzichtig. Maar we hebben dus wel met z'n allen geaccepteerd dat we vanaf 2020 1 miljard per jaar aan dijken gaan uitgeven, extra dijkverhogingen. Er is geen enkele discussie over geweest, is er zo tussendoor gekomen. Hop, 1 miljard per jaar. En dat staat gewoon vast. Daar valt niet meer aan te tornen. Ik vind het uitstekend, maar het is meer dat wij over sommige kleine dingetjes heel lang lopen te zeuren met z'n allen. En dit gaat er gewoon ineens tussendoor. En dit is eigenlijk gewoon, zeg maar, dweilen met de kraan open. We hebben het niet over hoe gaan we nou die kraan dichtdraaien. En wij koersen nu af op 4 tot 6 graden aan het einde van deze eeuw. Dat is een onleefbare wereld. En een van de beste wetenschappers ter wereld, Joachim Schellnhuber, hij is ook de man die Angela Merkel adviseert en de paus en allerlei anderen, echt top van de wereld op klimaatonderzoek, die zegt gewoon het verschil tussen die twee dingen, dat is gewoon human civilization. Dus kunnen wij nog op een goede manier met elkaar leven? Als we naar 4 tot 6 graden gaan, wordt het zo'n chaos wereldwijd dat het ook niet meer te besturen valt. En dat is waar wij nu wel op afkoersen met z'n allen. Dus het gaat niet alleen maar over een ziekte meer of minder of een beetje hittestress in de stad. En kijk nu gewoon, de afgelopen weken al, je ziet alle voortekenen. Want van die 2 graden zitten we inmiddels al op 0,9. En dat is wereldwijd, dus in Nederland zitten we al op 1,2. De Noordpool is het al 2 graden warmer. Want als het gemiddeld over de wereld 2 graden warmer wordt, dan is de Noordpool 5 graden warmer. Dus het is niet gelijk verdeeld. Nou, als je dan om je heen kijkt, dan zie je natuurlijk enorme bosbranden in Californië. Afgelopen jaar is er meer dan 6000 vierkante kilometer in Amerika verbrand. Je ziet wel eens hier en daar iets in het nieuws, maar dat wordt niet uitgelegd hoe groot het in totaal is en ook niet wat de verbanden zijn. Want het feit dat dat allemaal verbrandt, betekent ook dat er enorm veel roet richting Noordpool gaat, wat daar weer neerslaat, waardoor die Noordpool weer sneller smelt. En zo hangen heel veel dingen samen en de samenhang zie je nergens. En het telt allemaal bij elkaar op. En dan kun je zeggen, hebben wij daar nou last van? Nou ja, wij zien ook al extremere stormen. Wij zien af en toe heel veel water tegelijk neerkomen in een hele kleine periode, wat we vroeger niet op die manier hadden. En dat komt steeds vaker. En dat gaat zich opbouwen. Dus wij hebben misschien geen modderstroom en misschien ook niet zo'n enorme bosbrand, hoewel er ook meer zullen komen. Maar wij hebben andere dingen. Nou kijk, die Noordpool die gaat langzaam omlaag, de Zuidpool ook. En het geldt ook voor Groenland. Dus alles telt bij elkaar op. En dan kan je denken van, nou ja, wij zijn zo slim, wij gaan dat allemaal wel redden. Maar op een gegeven moment ga je dus door allerlei grenzen heen, wat je niet meer terug kan draaien. En dat hebben wij dus ook last van.
En als je dan kijkt naar een zeer recent artikel van James Hansen, dat is een van de topwetenschappers van de wereld, die zat eerst bij NASA, maar hij vond dat hij vrijer moest kunnen praten, dus hij is daar weggegaan. En die heeft zeer recent een artikel gelanceerd met ruim 10 collega's, allemaal hele goede wetenschappers. En die was zeer alarmerend. En wat krijg je dan? Dan gaan mensen over hem heen vallen van, ja, dat is veel te alarmerend en je hebt het niet laten peer-reviewen. Nee, zegt die peer-reviewer, dat duurt 2 jaar. Ik ben zo ongerust. Ik wil dat dit nu out in the open is en laten we erover gaan hebben. En al heeft die meneer maar 10% kans dat hij gelijk heeft, dan is het enorm. Hij heeft gewoon met al die wetenschappers gekeken van, nou, wat is er in de historie gebeurd? Heeft hij dus heel erg veel teruggekeken en hoe zijn wij nu bezig? En als je dat op elkaar legt, dan zou het heel goed kunnen zijn dat wij niet 80 tot 1 meter 20 deze eeuw hebben. Dat is waar wij wel ons op voorbereiden, waarom we die 1 miljard per jaar gaan uitgeven. Maar hij zegt, het kan heel goed ook gewoon een paar meter al zijn deze eeuw. En uiteindelijk gaan we toe naar 5 tot 9 meter. Dat duurt nog ietsje langer. Maar als het 2 wordt in plaats van 1, dan is ons dijkenproject misschien net niet genoeg. En de kans daarop is best aanmerkelijk. Dus dit is misschien niet een 80 of 100% kans, maar als het ook al is het maar 10% kans, vergelijk het dus met zo'n borstelen. Dan zeggen we van nou, we accepteren een kans van eens in de 500.000 jaar dat er iets misgaat. En daarvoor nemen we heel veel maatregelen om dat maar zo klein mogelijk te houden. Klimaatverandering gaat vrij zeker gebeuren en ik denk dat de kans dat meneer Hansen gelijk heeft behoorlijk groot is. En wij nemen geen actie. En we hebben liever dat we het negeren en zeggen van nou, het zal wel overdreven zijn. Maar het is niet eens een serieuze discussie. Behalve onder de mensen die toch al heel ongerust zijn. Ik zou vinden dat dit op de voorpagina kwam en dat we het hierover hebben. Stel dat die man gelijk heeft. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat wij hier in Nederland een heel groot probleem hebben. En kijk in de wereld wat er gebeurt. Californië heeft nu al 4 jaar achter elkaar enorme droogtes. En daar komt 25% van het voedsel van Amerika vandaan. Daar sta je vaak niet bij stil. En als je nou als boer 3, 4, 5 jaar achter elkaar gewoon niet je brood hebt kunnen verdienen, wat ga je dan doen? Dan trek je weg. Dan ga je naar de stad of je gaat naar een ander gebied waar jij denkt dat het nog minder, die droogte nog minder toeslaat. Nou, dit krijgen we door de hele wereld. Dat mensen van de ene naar de andere gebied gaan en dan worden de gebieden waar het nog redelijk goed toeven is, daar komt natuurlijk een enorme druk op te staan. En dat geldt voor heel veel gebieden in de wereld. Het is ook gewoon nu al gaande in Afrika. Aan de ene kant van Afrika en aan de andere kant van Afrika, de ene doet cacao, de andere doet koffie, is het nu al 1 tot 1,5 graad warmer. Waardoor de koffie en de cacao nu al 40-50% is teruggelopen. Die boeren zijn nu aan het overwegen, blijf ik dit doen? Of ga ik een ander gewas zoeken wat beter kan tegen droogte en tegen meer warmte? Of trek ik weg? Nou, heel veel hebben niet eens de mogelijkheden, niet het geld om weg te trekken. Dus je krijgt daar steeds meer onrust. Aan de ene kant krijg je dus dat koffie en cacao misschien iets wordt voor de rijken in de toekomst. Maar je krijgt ook dat er steeds meer groepen gewoon denken van, ja, waar kan ik nog van bestaan? Dus die onrust die neemt steeds verder toe. Nou, Syrië is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Er waren altijd al wel droogteperioden, maar die werden dan weer gevolgd door perioden waar het beter was. Maar de 5 jaar voordat de oorlog uitbrak was het aan 1 stuk droog. En er waren meer dan 1 miljoen boeren van het platteland naar de stad getrokken met hun gezin. En die hadden dus geen werk, het eten was duur en die waren gewoon boos. En de wetenschappers hebben inmiddels gewoon uitgezocht dat dat een van de hele belangrijke factoren is geweest bij het ontstaan van de oorlog. Zeker niet de enige, maar dat noemen ze stressoren. En dit was een hele belangrijke stressor in het ontstaan van die oorlog. En ik denk dat dit een extreem goed voorbeeld is, omdat we nu al tamelijk paniekerig doen over dat beetje vluchtelingen wat nu aankomt. Klimaatverandering zorgt voor 10-20 keer zoveel vluchtelingen. En dan kunnen we het gewoon op een gegeven moment niet meer behappen. En dan is dus op jouw vraag van, hebben wij daar last van? Ja, dat mag je dan zelf beoordelen. Maar ik vind dat we nu al tamelijk reageren alsof we er veel last van hebben. Nou, dit is peanuts wat we nu hebben in vergelijking van wat er komt. En de volgende gebieden waar het niet goed gaat, die staan nu al voor ons klaar. Ik ben bijna door mijn depro-stukje heen. 50% van de CO2 wordt opgenomen door de oceanen, dus daar hebben we mazzel. Want anders was het nog veel warmer geweest inmiddels. Maar dat zorgt er wel voor dat die oceanen al 30% zuurder zijn dan ze in 1850 waren. En dat is niet zo bevorderlijk voor het koraal, maar ook niet voor alle kleine beestjes met kleine skeletjes, et cetera. Dus het begin van de voedselketen. Daar zijn ook 1 miljard mensen van afhankelijk. Dus behalve dat je ze op het land meer droogte krijgt en branden en overstromingen, et cetera, heb je in het zeeleven ook gewoon dat gevolg voor mensen die daarvan afhankelijk zijn. Dus er komen hele grote groepen mensen in de problemen als wij niet het
roer omzetten. En het verschil tussen 400 ppm en 350 ppm is wel gewoon een oceaan waar het leven nog goed is, of een oceaan die een soort bruin-zwarte blubber is geworden. Dus ik hoop dat het een beetje helder is dat klimaatverandering niet iets is van lekker 2 graden meer aan het strand, maar uiteindelijk is het gewoon watervoedseloorlog. En dat klinkt vrij heftig, maar dat is wel wat het is. En als je goed om je heen kijkt, zie je het ook gewoon al. En wij hebben alles in handen om het nog te keren, om te zorgen dat het niet zo ernstig wordt. Maar dan moeten we wel nu als een idioot dat roer om gaan gooien, en wel binnen nu en 20 jaar. En we hebben dus niet tot 2050. En die sense of urgency, die zie ik helemaal niet in de maatschappij. Ik zie hem niet bij de politiek en ik zie hem maar bij heel weinig journalisten. En ik denk dat dat wel al het verschil maakt. Want daardoor is het volk toch een beetje in slaap. En dan is dus op jouw vraag van, hebben wij daar last van? Ja, ik denk dat wij daar dus heel veel last van hebben in deze eeuw. En ik ben zelf het meest ongerust over die totale chaos in de wereld, waardoor mensen gewoon allemaal naar de gebieden gaan trekken waar het nog redelijk goed toeven is. En als je gewoon massaal allemaal daarheen wil, dan is er op een gegeven moment ook geen houden meer aan en het is ook niet meer te besturen. En daarbovenop denk ik dat die zeespiegel sneller stijgt dan de wetenschappers nu heel voorzichtigjes aangeven en nog een aantal van dat soort zaken. Maar dit is niet iets van over 500 jaar, dit is gewoon onze kinderen. En als je nog een beetje jong bent, is het tijdens je eigen leven. En ik vind dus dat zowel de wetenschappers als de media te voorzichtig zijn en 50 slagen om de arm en heel bang zijn om uitgemaakt te worden voor alarmist. Dat is blijkbaar een scheldwoord wat je niet graag wilt en daardoor is iedereen heel erg terughoudend. Terwijl de wetenschappers gewoon overduidelijk zijn en wij blijven maar vragen om het volgende rapportje. Ja, die tijdstip is over. We moeten nu echt met de kop uit het zand en het wordt tijd gewoon voor een nieuwe verandering. En dan is natuurlijk de vraag van, waarom lukt dat dan niet? Want dit soort verhalen worden al een tijdje gehouden door sommige mensen. Nou, daar hebben ook weer een heleboel psychologen naar gekeken. En een deel daarvan zegt van, ja, wij doen gewoon 90% op routine. En dan denken we niet heel hard na. En maar 10% van de tijd willen we nog eens een tandje bijzetten om extra hard na te denken. Dat is blijkbaar niet voldoende. Ik vind dat niet te accepteren, hoor. Dus ik denk zelf dat we toch op een slimmere manier moeten communiceren om te zorgen dat mensen wel hier een tandje harder over gaan nadenken. Maar ik denk zelf dat een hele belangrijke is van wat professor Naomi Oreskes zegt, dat wij lijden aan adaptive optimism. Dus wij denken, wij zijn zo slim, wij vinden altijd wel een oplossing. Er zijn toch genoeg technieken, het komt wel. En dan krijg je altijd de afgezaagde van die paarden in New York. En er was men bang dat er heel veel mest zou komen, dat er niet meer doorheen te ploegen viel. En dan kwam de auto en toen was alles opgelost. Wij gaan hier wel snel iets oplossen. Ik denk ook dat er enorm veel in de pijplijn zit en dat we het ook kunnen doen. Maar ik denk wel dat de essentie hier is de snelheid. Dus als ik gewoon geen haast had, dan zou ik denken, nou, ik zie het wel langzaam de goede kant op bewegen. De paus doet leuk, nou, de president van Amerika houdt goede speeches. Het komt wel een keer goed. Maar wij hebben niet de tijd om te wachten tot het langzaam omslaat. Het moet in 20 jaar. En dan hebben we meer nodig. Het komt dus niet alleen aan op techniek. Het komt ook aan op onze wil om te veranderen, om sneller uit de groef te komen, om met elkaar mee te nemen, om meer durf te hebben om ook voor oplossingen te kiezen die misschien niet helemaal het financiële plaatje hebben waar wij nu aan gewend zijn en langere termijn te gaan kijken in plaats van ik moet het binnen 2 jaar terugverdiend hebben, et cetera. Dus het vraagt wel die sense of urgency om het anders te gaan doen. En ik voel dat gevoel van urgentie niet echt heel erg in deze samenleving nog. En daarom ben ik zelf gewoon steeds aan het kijken van wat kan ik nou doen om te zorgen dat er iets gaat veranderen. En een van de manieren om dat te doen is om te laten zien dat het anders kan. Dat hebben wij met Urgenda uit en treuren gedaan. En eigenlijk is 95% van ons werk gaat gewoon over positieve dingen. Wat kunnen we allemaal doen met z'n allen? En we hebben laten zien in een rapport vorig jaar dat die omslag naar binnen 20 jaar al kan. Ik heb 2 jaar besteed met honderden professoren, geleerden, instituten in Nederland. Want die allemaal zeiden van ja, we zijn het eens met jouw urgentie, maar het kan niet in 20 jaar. Nou, daar hebben we heel veel tijd aan besteed, model erop losgelaten, heel veel gerekend. En dan blijkt gewoon dat het wel kan in 20 jaar. Dus we hebben alle technieken in huis, we hebben het geld, we hebben het personeel. En we hebben het echt tot op het niveau uitgerekend van hoeveel boten heb je nodig om windmolens op zee te zetten, hoeveel bouwvakkers om alle huizen energie-neutraal. Wij kunnen dit gewoon doen. Dus er is geen goede reden om het niet te doen. En vraag 2 is natuurlijk altijd van wat kost het? Nou, het kost 1,5% van het BNP. Dat is een hoop geld.
Dat is 9 miljard. Maar we geven nu bijvoorbeeld al 2,5% van het BNP uit aan olie. Dat hebben we niet eens door. En ik zeg dus ook niet dat dit een bedrag is wat de overheid moet uitgeven. Dit gaan wij met z'n allen investeren. Dat betekent dat je je huis gaat aanpassen. Dat als je auto rijdt, dat je volgende auto elektrisch wordt. Dat bedrijven 2% per jaar energie gaan besparen. Dus iedereen gaat stapjes nemen. En dan kan het voor dat bedrag. En dit is dus inclusief nieuwe netwerken die we nodig hebben. De windmolens die we gaan plaatsen, noem het allemaal maar op. Allemaal één voor één doorgerekend. En normaal ga ik dan allemaal door al die sectoren heen. Doe ik vandaag niet, want ik kreeg niet zoveel tijd. Maar er zijn ontzettend veel oplossingen waar nu nog niet over gesproken wordt. Dus als zeg maar minister Kamp die 25% van die rechtszaak moet halen in 2020, dan is het makkelijkste natuurlijk al die kolencentrales eruit. Dan is hij meteen klaar. Misschien gaat dat ook nog wel gebeuren. Maar daarbovenop, wij hebben weer opnieuw van honderden bedrijven mailtjes gehad die tegen ons zeiden, wij hebben vindingen waarmee je heel veel energie kunt besparen. Of als alle boeren meteen het mest weghalen en we gaan dat eerst raffineren om alle stoffen eruit te halen en vervolgens omzetten, bijvoorbeeld in groen gas, dan heeft het niet de tijd om daar te rotten en al die methaan de lucht in te krijgen. Dan heb je een heel groot deel van die 25% ook al te pakken. En er kwam een meneer die zegt, ik heb iets voor de binnenvaart en dat is heel veel uitstoot, maar ze willen mij niet toelaten, want ik ben maar een eenling en ik kom niet door het systeem heen. Nou, zo waren er gewoon tientallen voorbeelden van kant-en-klare dingen die nu al kunnen. Dat als je die allemaal op elkaar legt, dan zijn we ook al een heel eind. Dus wij moeten die innovatieve dingen gewoon veel meer de kans geven en ook een zetje in de rug om te helpen door het systeem heen te brengen. Want de meeste mensen hebben toch de neiging om te doen wat ze altijd al deden en te werken met de meneer of het bedrijf waar ze altijd al mee werkten. Nou, in ieder geval vanuit de agenda ben ik van plan om een heleboel van dat soort dingen te gaan bundelen in een boekje. En ook gewoon te gaan helpen om mee te versnellen. Dat is een van onze normale taken. Maar ik denk dat het ook aardig zou zijn als minister Kamp en zo zouden weten dat er veel meer is dan een kolencentrale sluiten. Gisteren was de dag van de duurzaamheid. En dat is altijd ontzettend leuk omdat je dan heel veel ziet langskomen. Er waren gewoon duizenden mensen actief. Rondom Eindhoven zijn allerlei nieuwe vindingen op het gebied van vervoer. Je had gewoon heel veel mensen die actief waren. En het pand van Alliander, wat binnenkort geopend wordt, ja, dat is het meest duurzame bedrijfspand in Nederland. En wat ik daar bijzonder aan vind, is dat zij de durf hebben gehad om te zeggen, we hebben een budget. En binnen dat budget willen wij een pand wat energie-neutraal, waterneutraal, circulair is en goed omgaat met zijn omgeving. Dus we gaan niet concurreren op geld, maar we gaan concurreren op de inhoud. En vervolgens zijn er allerlei consortia aan de slag gegaan met dat pand. En hebben ze iets heel anders verzonnen dan wat Alliander van tevoren dacht. Want die dacht, we gaan slopen en nieuw bouwen. Uiteindelijk is het oude pand gewoon blijven staan en is er een nieuwe kap overheen gegaan. En dat ging zelfs zo ver dat ze aan hun werknemers vroegen van, heb je nog oude kleren? Want er is een bedrijf in België dat maakt daar isolatiemateriaal van. Dus in hun wanden zit eigen isolatiemateriaal. Nou, op die manier kun je dus heel veel doen binnen die circulaire economie en ook gewoon al concreet doen. En die voorbeelden, nou, die proberen wij naar voren te halen en ik denk dat dat samen ook enorm optelt. Dit is een nieuw initiatief op een zorgpand. Als je niet dak genoeg hebt of je hebt niet zo heel veel geld, maar je wilt toch wat investeren, dan kun je daar investeren in zonnepanelen. Ja. Een beetje aan de rand van het podium. Vind je me eng? Anders val je weg. Sta ik er dan niet voor? Nee, ik sta er niet voor. Oké. Nou, daar kun je aan meedoen. Je haalt veel meer rendement dan op de bank. Jij zat de hele tijd van... Ja, nodig. En wat het leuke is, na 15 jaar, dan krijgen mensen hun geld weer terug en blijven die zonnepanelen liggen voor dat zorghuis. Dus die heeft vanaf dag 1 een veel lagere energierekening, maar die heeft daarna ook gewoon zonnepanelen gratis gekregen, doordat wij met z'n allen hebben geïnvesteerd en in die tussenliggende tijd dat rendement hebben gehaald. Super ideeën. Nou, die willen graag door, dus ik zou zeggen, allemaal meedoen. Kijk op de website, staat er niet bij, geloof ik. Komt nog wel een keer. Anderen die we gisteren ook hebben gezien op de televisie. Het is ook een bedrijf wat al heel lang allerlei nieuwe concepten in de markt zit. En nu hebben ze het nog één stap doorontwikkeld. Zij zeggen van ja, oppervlaktes die moet je eigenlijk 3, 4, 5 keer gebruiken. En niet helemaal niet. Of maar 1 keer. Dus ze hebben roterende systemen. Met zon draaien de zonnepanelen voor. Als er heel veel fijnstof in de lucht is, draaien de plantjes voor. Die vangen fijnstof af. Heb je een mooie zichtlocatie, heb je reclame. Dat zijn allerlei verschillende verdienmodellen. En daarbovenop is het zo dat heel veel partijen, met name in de bouwsector, die krijgen punten als ze iets goeds doen op het gebied van CO2.
Dat heb je bij de ProRail met de zogenaamde CO2-ladder, maar er zijn er nog een paar. Dit zijn oplossingen voor dat soort bedrijven die denken van, wat moet ik nou doen? Die kunnen hierin investeren. En zij hebben het nu zo ontwikkeld dat ze per jaar 5000 winst maken met zo'n systeem. En dat geven ze dan aan de lokale school of het sportveld. En zo helpen ze ook in 5 jaar scholen en sportverenigingen energie neutraal worden. Ja, super model. En en passant zit in elk project ook 1 baan. Dus ze hebben een deal met Randstad dat ze mensen uit de werkloze pool halen, zelf opleiden en dan gaan ze bij Randstad weer door. Ja, gewoon alles bij elkaar opgeteld. Super mooi model. Zij zoeken nu in 2016 plekken van 50 vierkante meter om dat te gaan doen. Dus ik zou zeggen, heeft u ergens een stukje over? Weet u een bedrijf of een dak? Meld je. Want het is gewoon heel erg mooi. Ik vind een van de beste strategieën van de afgelopen jaren de strategie dat een aantal mensen uit Londen die in het hart van de financiële wereld werkten bij elkaar zijn gaan zitten en zeiden, als we het nu eens even niet kijken vanuit zo'n urgentieverhaal, maar puur financieel. Stel dat het waar is dat we onder de 2 graden willen blijven met z'n allen. Misschien duurt het nog 40 rampen, misschien gaan we straks eens nadenken. Maar op een gegeven moment gaan we zeggen, we willen toch eigenlijk dat het niet heel veel warmer gaat worden. Dan moet 2/3 tot 4/5 van alle olie, kolen en gas in de grond blijven zitten. Dat staat nu op de balansen van Shell en noem het allemaal maar op. En dat noemen de accountants dan stranded assets. Dus er gaat een grote streep doorheen. Nou, in het begin, toen zij daarmee kwamen, was er nog wat scepticisme. Ik had dat rapport vrij vroeg op mijn bureau gekregen en was bij de pensioenfondsen langs gegaan. En die zeiden van, ja, nou, ik weet niet hoor, misschien moeten we eens in dialoog. Maar toevallig kwam 3 weken later Al Gore bij hun langs met hetzelfde verhaal. En toen kwam er een hele beweging van studenten op gang die bij hun aan ging kloppen. En inmiddels hebben ze gezien dat het op allerlei plekken in de krant heeft gestaan. Er zijn heel veel mensen meer bij ze langs geweest. En je ziet al om je heen dat de een naar de andere grote partij zegt, ik stop met investeren in fossiel, want ik denk dat dat niet zo'n goede investering meer is. Dus niet eens primair vanuit, ik wil iets doen aan klimaatverandering, maar ik zie dat dit gewoon gaat veranderen. Dit wordt een minder goed aandeel en bovendien wil ik ook mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dus die gaan er langzaam allemaal uit. En niet de minste, dat gaat echt in de miljarden. En de een naar de ander die zegt van, nou, ik ga denk toch maar wat anders doen. En die analisten die niks met klimaatverandering hebben, die zeggen dan van, nou, misschien is Shell dan niet meer triple E, maar double E. En dan wordt hun geld duurder, moeten zij meer gaan betalen voor hun geld, kunnen ze toch wat minder makkelijk boren in de Noordpool. En zo zie je dat die bal die begint nu te rollen. En waarin mensen in het begin zeiden van, nou, we weten het nog niet, zeggen nu de meesten van, nou, dit gaat inderdaad heel hard en dit is een heel mooi momentum. Deze meneer van de Bank of England, Mark Carney, die begon een paar jaar geleden ook al met dit verhaal, maar die heeft deze week nog een keer opnieuw gezegd van, nou, ik denk dat 1/5 tot 1/3 stranded assets zijn. En dat is gewoon een hele degelijke bank, daar waar altijd heel erg naar gekeken wordt. En daarnaast zijn er gewoon enorm veel bedrijven gekomen die ook hebben gezegd van, ja, wij willen de komende 5 jaar uit fossiel gaan. En dit heeft een enorm effect op de markt. En je ziet dat zelfs meneer Knot zegt van, deze meneer van die Bank of England die heeft gewoon gelijk. En ik denk ook dat dat minder goed gaat. Nou, en je ziet dat als stel zeg maar behoudendere types dit gaat roepen, dan zie je dat die markt helemaal gaat schuiven. Dus ik denk dat dit een hele belangrijke is en die heel veel effect gaat hebben. Je ziet om je heen gewoon steeds meer partijen zeggen van wij gaan eruit. En zelfs wetgeving in Californië om pensioenfondsen te dwingen om eruit te gaan. Dus dat gaat heel erg hard. Ja, en ik zag dat allemaal wel bewegen, maar ik vond toch dat er nog een tandje bij moest. Want voor mijn gevoel kan je niet binnen 20 jaar om als de overheid niet meewerkt. Dan kunnen bedrijven en burgers en energiecoöperaties heel veel doen. Maar als de overheid blijft zitten, dan kom je er niet binnen 20 jaar. En onze overheid was extreem traag. Wij zaten op het gebied van duurzame energie natuurlijk helemaal onderin tussen Cyprus en Malta. En we zijn eerst een dialoog begonnen, want dat moet voordat je een rechtszaak mag starten. En de overheid zei doodleuk van, ja, wij vinden het een super urgent probleem. Je hebt helemaal gelijk, maar ja, wij willen niet voorop lopen. Nou, wij liepen dus helemaal achteraan, dus dat had niet zo heel veel zin. Dus toen mochten wij een rechtszaak beginnen en dat is wat we hebben gedaan. En daarbij hebben we iets nieuws geïntroduceerd, crowdpleiten.
Dus we vroegen aan mensen van, nou, heb je ergens op de wereld een goed argument gezien? Laat het ons weten. En we willen ook heel graag dat je meedoet. Dus je hoeft niks te betalen, maar we willen met zoveel mogelijk mede-eisers deze rechtszaak gaan beginnen. Nou, daar kregen we dus heel veel reacties op. En uiteindelijk hebben we met 900 mensen deze rechtszaak gevoerd. Wat we heel bewust een rechtszaak uit liefde noemen. We willen ook geen geld, we vragen geen schadevergoeding, et cetera. We willen alleen maar dat de staat gaat doen wat nodig is voor ons en voor die volgende generaties. En waar ik me een beetje aan stoor is dat in de aanloop naar onze uiteindelijke winst in juni zijn ontzettend veel journalisten gaan praten met allerlei hoogleraren. En ze zeiden allemaal, stuk voor stuk, nee, dit gaan ze nooit winnen. Dit moet een PR-stunt zijn. En heel veel verhalen. En ik denk dat niemand had gelezen wat wij deden, want het is gewoon burgerlijk civiel recht. En de argumenten in de krant, die maakten duidelijk dat mensen dachten dat het milieurecht was, publiek recht, staatsrecht, nou van alles en nog wat, internationaal recht. Er waren ook hoogleraren die zeiden, ja, je kan niet zomaar naar het klimaatverdrag verwijzen. Nee, dat klopt, dat deden wij ook niet. Dus hebben heel weinig mensen hebben het gelezen. En het is wel interessant namelijk om het te lezen, ook gewoon omdat het heel veel data op een begrijpelijke manier bij elkaar brengt, maar ook omdat er een heel interessante gedachtegoed achter zit. En wat de essentie van die zaak is, is dat je aan zo'n overheid zegt van, nou, wij denken dat dit een onrechtmatige daad is. En voor een onrechtmatige daad is een van de normaalste dingen in het civiel recht, maar dan moet je een paar dingen, zeg maar, vinkjes kunnen zetten. Is er wel een zorgplicht? Is er dit, is er dat, et cetera? En wij hebben dat helemaal afgelopen. En als je nu dan allerlei politici hoort zeggen van, maar dan kan je voor alles naar de rechter, dan is dat nou juist niet waar. Want er is eigenlijk geen enkel ander dossier waar zo'n groot probleem ligt, waar 195 landen het over eens zijn en waar de hele wetenschap het over eens is. Wij hebben met z'n allen afgesproken, we willen onder die 2 graden blijven. En het is overduidelijk dat we op 4-6 afkoersen en dat we nog niet eens aan het afbuigen zijn naar beneden. Dat geldt voor geen enkel ander dossier. Het is niet zo dat als je een discussie wilt beginnen over de hoogte van je uitkering, dat je dan kunt zeggen, ja, 195 landen vinden het echt een heel groot probleem als die uitkering een klein stukje omlaag gaat. En de hele wetenschap zegt dat er dan enorm grote dingen gebeuren waardoor wij allemaal een heel groot probleem hebben met z'n allen. Er is gewoon geen ander dossier waar zo'n groot probleem ligt en wat iedereen erkend heeft. En dat is de essentie van deze zaak waarom we dit konden winnen en je echt niet met elk andere ding naar de rechter kunt gaan. En wat is dat nou? Wat een van de belangrijkste dingen van deze rechtszaak is dat je hebt een zorgplicht, maar dat is iets wat niet in het wetboek staat. Dus er staat nergens, de zorgplicht voor klimaatverandering is X. Dat is wat dan heet een open norm. Dus zo'n rechter gaat zo'n open norm inkleuren. En die gaat dan dus kijken van, nou, wat is er in het verleden gezegd over klimaatverandering door onze overheid? Oh, we hebben een klimaatverdrag ondertekend. Dus indirect haal je inderdaad wel het klimaatverdrag binnen. En indirect haal je ook allerlei dingen binnen die wij in EU-verband hebben gezegd, maar niet direct. En de rechter zegt dan gewoon van, ja, jullie hebben gewoon gezegd, je wilt onder die 2 graden blijven. Je vindt dat industriële landen tussen de 25% en 40% moeten doen. Je hebt een hele waslijst aan dingen gezegd waaruit duidelijk blijkt dat jij vindt dat je een zorgplicht hebt, anders had je ook dat klimaatverdrag niet ondertekend, en dat je vindt dat je jouw eigen deel moet doen. Want dat is de essentie van het klimaatverdrag. Als al die bijna 200 landen hun eigen kleine stukje doen, 0,5%, dan redden we het met z'n allen. En geen enkel land, ook niet China of Amerika, kan het in zijn eentje oplossen. Dus dat is precies de essentie van het klimaatverdrag. Dus die rechter zegt ook van, ja, jij kan jouw deel doen, je hebt dat ook toegezegd te doen. En de ondergrens was 25%. Misschien is 40 nodig, maar dat is de discretionaire bevoegdheid van een overheid. Dus die ga ik niet aan Urgenda geven. Maar die ondergrens, daarvoor ben ik, om de burgers te beschermen. Dus ik geef die 25% aan Urgenda. En nou zeggen mensen van, ja, nou is de rechter activistisch geworden. Dat is gewoon niet waar, want als een rechter een probleem krijgt voorgelegd in het civiele recht, dan moet hij recht spreken. Dat staat gewoon in de wet. Dus hij mag niet eens zeggen, dat ga ik niet doen. En hij loopt gewoon zijn criteria langs. Dus het mag dan wel een onderwerp zijn wat volgens sommigen precair is. Het is wel nog steeds een juridisch traject over een precair onderwerp. En de staat die heeft niet een soort primaat dat de politiek voorgaat op de rechter. Dus in de trias politica gaat het om die balans. En een rechter is er juist om burgers te beschermen als een staat iets te ver zou gaan. Nou, en ik denk dat veel mensen niet helemaal doorhebben dat dit een hele normale taak is van de rechter. Want het kan wel een unieke zaak zijn omdat het over klimaatverandering gaat. Maar er zijn natuurlijk heel veel dossiers geweest in het verleden juist
waarin rechts en links het niet met elkaar eens waren, of waar een hele grote maatschappelijke discussie was, waar het juist de rechter was die de knoop doorhakte. Dat was zo bij abortus, dat was bij euthanasie, dat was bij stakingsrecht en nog een heleboel andere dossiers. Dus het is een normale taak. In de rechtsliteratuur noemen ze dat ook de rechter als wetgever plaatsvervanger. Dat is niet een raar fenomeen. En vaak zie je dat dan daarna wetgeving volgt of dat het gewoon heel lang gedoogd wordt op basis van wat die rechter heeft gezegd. Dus dit is eigenlijk een heel normaal ding, onrechtmatige daad, Nederlands recht. En die rechter heeft gewoon gezegd, je moet het minimum doen. Ja, er kwam natuurlijk enorm veel lawaai omheen. Uiteindelijk heeft de staat besloten om toch in hoger beroep te gaan. Dat is de lange route. Maar heeft wel gezegd van wij gaan die 25% wel doen. Dus zolang die rechtszaak voortduurt, gaan wij aan die 25% werken. Dus dat is nu alle reden voor ons om die rechtszaak heel lang te maken. Terwijl wij hadden gevraagd, doe nou cassatie in belang der wet, dan ben je in een half jaar van ons af. Dat wilden ze niet. Dus nu wordt het interessant om het gewoon langer te maken, want zij hebben toegezegd dat ze die 25% gaan doen. En dat maakt dat er heel veel verandert. Nou, je ziet in de wereld, China is heel, heel druk bezig, allerlei andere landen, Amerika gaat heel hard. Dus je ziet een enorme groei, zowel in aantallen banen en in aantallen oplossingen. Dus ik ben wel positief. Ik denk wel dat het tijd is dat wij fysiek gaan laten zien dat wij het ook allemaal met z'n allen anders willen. Een likeje of een retweetje is niet genoeg. Dus dat is de reden dat ik zelf van plan ben om in november naar Parijs te gaan lopen. 1 november start ik in Utrecht. Ik hoop 28 november aan te komen in Parijs, ongetraind. Ik hoop dat er heel veel mensen mee gaan lopen. Ja, ik heb wandelschoenen die ingelopen zijn, maar dat is ongeveer het enige. Maar onderweg gaan wij heel veel mensen meenemen die iets met het onderwerp hebben. Dus klimaat en biodiversiteit, klimaat en water, klimaat en vluchtelingen. De NOS reist mee, die gaat elke dag 5 minuten uitzenden hierover. Dus daarmee komt het onderwerp ook weer op de agenda. En wij gaan zelf 's avonds een soort avondetappe maken. Dat noemen we dan geen talkshow, maar een walkshow. En dan gaan we gewoon met een aantal mensen die van een onderwerp veel weten en die dag ook hebben meegelopen, gewoon het onderwerp verder uitdiepen. Dat zetten we op YouTube en de NOS gaat het ook op zijn website zetten. Dus ik denk dat we dan een hele maand de kans hebben om allerlei dingen uit te wisselen met elkaar. Ik zou het heel leuk vinden als jullie een stukje meelopen. En al is het maar van de thee tot het avondeten of een weekend of langer. Ik denk dat het namelijk leuk is om met elkaar dit uit te wisselen en ook van jullie te horen. Wat denk je nou, waardoor ga je zelf in actie komen? Wat zet jij jou nou aan? Helpt zo'n urgentieverhaal of denk je van, nou, daar heb je helemaal niks aan? Wil je de positieve voorbeelden? Moeten we het makkelijk maken? Nou, wij proberen overal zeg maar uit de samenleving op te vangen. Wat is het wat we moeten doen? En proberen dan ook elke keer onze strategie aan te passen om te zorgen dat we toch de vaart erin krijgen. Want ik weet dat het kan binnen 20 jaar en ik denk ook dat het moet. En ik hoop dat jullie met z'n allen met ons mee daaraan werken. Bedankt.